Mijn naam is Stan van Lieshout. Ik werk hier bij de Lemon Tree in Deventer als souschef. Heel misschien ken je me ook al als Stikstof Stan. En we gaan nu naar gang 2. Gang 2, de koolrabi. Die hebben we gefermenteerd. We hebben een chutney gemaakt van uien met een klein beetje zwarte knoflook. De gerookte paling komt er nog bij. We hebben ook een gel van gemaakt. Amandeltjes en Oost-Indische kers. We gaan beginnen met de chutney van uien. Die leggen we onder in het kommetje. Dat gaan wij als onze basis gebruiken. Dan de gerookte paling. Doe er mooi omheen. Voor de crunch een beetje amandeltjes. Licht gezouten. En gebrineerd. Dat ik zeg dat ze geroosterd zijn. Die steken we erin. En dan de gefermenteerde koolrabi. Die koolrabi leggen we op zout. En leggen we dan 2 dagen weg. Daar gaan we het gerechtje mee bedekken. Van de gaten van de paling hebben we nog een gel gemaakt. Bovenop de koolrabi zetten we kleine puntjes. En als laatste de Oost-Indische kers. Komt van onze Floyd uit Lettelen, uit onze tuin. En op ieder dotje leggen we een blaadje koolrabi. En zo is hij weer helemaal af. Eet smakelijk!